Hallo lieve vissen, welkom bij je reading voor januari 2020. En wat heb ik voor je? Ik zeg a higher love. Jullie frequentie kan enorm omhoog. En dan kan je zeggen, ja, ik vind het een beetje vaag en wat heb ik eraan? Dan zeg ik, oké, blijf gewoon kijken. Planeten komen heel erg goed in je huizen te staan. We gaan naar de kaart kijken. Ik trek een inner kompas love card voor je. Dat doe ik meteen. En aan het eind van de reading ga ik hem voor je duiden. Acceptatie. Wauw, wat een mooie hexagram is dat. Kom uit de I Ching. Acceptatie. Ik ga hem zo voorlezen. Welke engel mag mijn mooie vissen bijstaan in deze maand van januari? Om te reconnecten met de higher love. Higher love in zichzelf, voor het universum, voor de anderen. Zachiel. Deze lees ik meteen voor je voor. Heb ik al gehad, net deze. Er staan wat moeilijke woorden in. Ja, nou, eventjes oefenen weer met jullie, lieve schatjes. The Archangel of Jupiter, Zachiel, brings both ik kan niet uitspreken, sorry. Ik ga het even laten zien. Misschien kan je het zelf heel goed uitspreken. Joyfully and abundance to our lives. The angel rules over financial issues, politics, laws and all traditional aspects of society. This is a highly beneficial card to receive in a future position as it indicates financial reward and blessings. It also challenges us to enjoy and share any wealth we receive and to recognize that such wealth is something only a passing pleasure. Challenge to give into the power of abundance. Echt het ontvangen. En ik zeg die hogere frequentie voor jullie. And the lesson is life has a natural order that always finds its balance. Nou, hoe mooi is dat? Ik heb twee stenen voor jullie als enige teken. Ik heb een getrommelde amethyst. En dat is voor je voelen. Dat is eigenlijk voor het hele spirituele. Voor het reconnecten met je ziel. En dit is een tijgeroog. En dat is zonder dat jij hoeft op te letten, een bescherming om je heen, om echt alles bij je weg te houden wat je blokkeert. Dus dat zijn voor jullie twee prachtige stenen om eventueel te kopen en bij je te steken. Ik leg de weken met de Good Tarot. Zachte, zalige, heerlijke, mooie, lieve kaarten. Want wat heb ik voor je? Tada, ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra-da. Oh, wat goed. Ze blaast ook de hoorn. De Fool. Opnieuw geboren worden in een hogere frequentie. En dat mag je doen, want op de 4e van januari komt Mars in je 10e huis te staan. En dat vraagt om actie op je carrière. Om constructief opnieuw bezig te gaan. Co-co-co in de buitenwereld. Nou, jullie gaan echt met trompetgeschalte van start in januari. Op naar die hogere frequentie. Op naar de diepere verbinding in jezelf. Want dat zijn jullie. Jullie zijn echt een van de meest creatieve signs van de universe. Echt. En helemaal weer connecten met jezelf. En je hoeft niet met een blauwe jurk in de ronde te gaan lopen en de engelen te bezingen. Want ik zeg, de eerste week gaat over je carrière en actie nemen. En opnieuw van start gaan. Hoe mooi is dat? Wat heb ik voor je voor die tweede week? Heerlijk voor je. Wauw. Ace of Earth. Dit is de Ace of Pentacles in het traditionele deck. En dat betekent dus financiële voorspoed. Financiële abundance. Hoe geweldig is dit? En ik zou graag willen, want er is veel verantwoordelijkheid bij jullie deze maand, omdat er heel veel in steenbok voor jullie staat. Doe de dingen die, when it puts a smile on your face. Doe het met creativiteit. Doe het met liefde. Doe het met die hoge, zachte frequentie. Ik voel het steeds. Ik weet niet waarom ik dat steeds tegen je zeggen wil. Doe het met zachtheid, want het is er al voor je. Je bent er al die hele nieuwe cyclus ingegaan. Naar die higher love voor jezelf. En kijk eens wat het voor je doet. En ook in de huizen. Het brengt je meteen veel meer voorspoed. Oké.
Oké, wat heb ik voor die derde week voor je? Ik heb nog een aantal andere dingen die ik ook wil zeggen. Zal ik die eerst zeggen? Ja, die ga ik eerst zeggen. Ik heb nog vraag de raad snoepje van de engelen. Wil ik je ook geven. Kostbaar geschenk. Vriendschap, familie en liefde zijn de kostbare geschenken. Verlies ze niet uit oog. Heel erg belangrijk voor die derde week. De derde week komt heel veel in je elfde huisjes aan. En er staat ook Pluto en Saturnus. En dan kan je iets uitzuiveren, zodat je kan reconnecten met mentorschap. Je kan je zichtbaar opnieuw, in je nieuwe gestalt, in je nieuwe verschijning, kan je je netwerken, je laten zien op social media, een nieuw project beginnen. Je kan mentorschap zijn voor anderen. Je kan iemand tegenkomen die jou bij een heel groot project wil betrekken. Er is heel veel voorspoed op die buitenwereld in die derde week. Dan heb ik het toch eerst gezegd en dan pas de kaart getrokken. The Two of Fire. En dat is in de traditionele The Two of Staven. En dat wil zeggen, je bent op de goede weg. Precies op de goede weg. Higher Love. Ken je dat nummer? Dat is deze kaart. Je bent op de goede weg. Op weg naar die transformatie, op weg naar de bevrijding. Je bent los van alles wat je tegenhoudt. Je mag opnieuw je connecten met die voorspoed. Het is er dus allemaal voor je. Hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? Wat heb ik voor die vierde week voor je? Dan komt Venus in je eigen sterrenbeeld te staan. Oeh, romantisch, romantisch. The Ten of Water. En dat is de Ten of Cups. Hey. En Venus, ik ga het zo zeggen, Venus komt goed te staan in je eigen sterrenbeeld. Ik vind het zo leuk, het klopt weer zo verschrikkelijk. De Ten of Water, ik ga hem je even voorlezen, zodat je kan zien. Serenity, peace, good fortune and well-being. All is well with the world and with me. Well-being is my natural state. Everything I need comes to me easily and effortlessly. I feel joy and express it to others and I look around and see all the love that we share. I take pleasure in all I have accomplished. Whatever attention I receive or don't receive, I'm serene. For I know full well it took me for me to get where I am. I celebrate myself and all who travel the road with me and feel grateful to spirit for being my companion always. En zo it is, en zo it is, en zo it is. En dat heb je met Venus in je eigen sterrenbeeld in die vierde week. Het is nu de tijd om heel diep te kunnen connecten met jezelf. Met een soulmate die aan je verschijnt. Misschien een verdieping in je huidige relatie. En vooral jezelf liefhebben, jezelf resetten. Diep naar binnen gaan, goed voor jezelf zorgen, je gezondheid, je voeding, je exercise, maar ook je spirituele voer. En dan heb ik misschien een hele leuke tip voor je. Ik heb Mabel's Tarot Online Academy gemaakt en dan heb ik een fantastisch leuke cursus gemaakt. De 22 grote geheimen van de tarot. Met een e-book, met kleurplaten, met een diploma, met leuke filmpjes. Om je helemaal te laten reconnecten. Want die kaarten zijn een spiegel van je ziel. Ik trek elke dag kaarten voor mezelf. En dan weet ik eigenlijk handelen met voorkennis wat er die dag gaat gebeuren of waar ik op moet letten. En dat is zo'n fijn steuntje in de rug. En dat zou ik ook fantastisch vinden voor jullie. Higher love is er voor jullie, lieve schatjes. Oké, gaan we kijken wat de acceptatie. Ik heb hem nog nooit getrokken. Wat de acceptatie voor jullie wil in januari. Het bestaan is niet controleerbaar. Voortdurend de controle willen hebben is vermoeiend en veroorzaakt onrust. Je hoeft niet alles wat imperfect is op te lossen. De situatie of persoon waar je nu mee te maken hebt, wil enkel geaccepteerd worden. De strijd die je voert is een strijd met jezelf. Laat de doelmatigheid van je geest je niet blind maken voor het nu. En dat is bedoel ik met die steenbok en die verantwoordelijkheid en altijd hard willen werken. A smile in your heart. Dat gaat je veel meer voorspoed brengen. Zolang je blijft proberen de situatie naar je hand te zetten, leef je in een illusie.
Je speelt met waarden die slechts door jou bedacht zijn. Vanuit een onwrikbaar standpunt hecht het ego aan allerlei verhalen om maar strijd te blijven aanwakkeren. Door de omstandigheden te accepteren, ga je er niet per se mee akkoord, maar aanvaard je wel de realiteit. Dus als er een knoop in je leven is, moet je er niet aan gaan trekken, moet je er juist heel zacht in gaan zitten, zodat die los kan. Hier vandaan kun je verandering aan gaan brengen. Door in het moment aanwezig te zijn, is het mogelijk je over te geven aan dat wat er is. Je hoeft niet na te denken, niet te sturen, niet te controleren en ook niet te manipuleren. Observeer maar gewoon. Hou je oordelen, angsten en gevoelens even buiten de deur. Door acceptatie maak je het zelf niet langer onnodig moeilijk. Laat de verhalen los en geef je over. Hiermee bied je jezelf en de ander de kans om wakker te worden en te zien wat er werkelijk is. Juist dan ben je in staat om een zuivere verbinding aan te gaan. Hoe geniaal zijn die kaarten? De kaarten in het algemeen. Want dit zegt, eigenlijk je hele reading zegt, higher love. En wat een voorspoed heb ik voor jullie, lieve mooie schatten. Ik zoen jullie met al mijn liefde op je hart. Higher love.